Together in death, crafted the one thing that could challenge Sauron. A ring of power. Tom begon zijn week op een enerverende manier. Hij mocht namelijk helemaal vliegen naar Londen voor de allereerste sessie met Middle-earth Shadow of War. Oftewel, Shadow of Mordor 2. Ja, die toen al eigenlijk onthuld was, terwijl die toen, zeg maar, theatriaal onthuld had moeten worden. Ja. Dan had je nu, zeg maar, de aankondiging van die game was nu geweest. Maar toen had een of andere stagiair bij Target zoiets van, ik lek die game gewoon uit. Ja, heel, heel vervelend voor ze, want ja, wij wisten natuurlijk wel dat Tom naar die trip ging. En wij wisten ook best dicht. Wel gewoon 100% zeker. Ik zei, oh, iets in Londen, iets met Warner, dat wordt Shadow of Mordor 2. En dat werd dus Shadow of War. Het is Shadow of War geworden. Even voor de mensen die Shadow of Mordor niet weten, wat voor soort game praten we over als we over het tweede deel praten? Shadow of Mordor was, en als je het helemaal gemist hebt, ik heb die review destijds gedaan, 2,5 jaar terug is het inmiddels alweer. Die game was een Lord of the Rings, in een Lord of the Rings sausje gedoopt Assassin's Creed-achtig epos. Ja. Maar heel erg RPG-achtig, open wereld, zelf lekker jagen, maar dan helemaal in Lord of the Rings stijl. En dan vooral ook het vechtsysteem vanuit Batman, wat je natuurlijk wel kan kennen van ook Mad Max bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat hebben ze in meerdere games toegepast. Dit, want het is een fantastisch vechtsysteem. Ja. En in het Lord of the Rings sausje werkt het al helemaal. Want kijk, Batman is natuurlijk, pa, oh nee, ik ga je niet vermoorden, want zo ben ik niet. Want ik ben een vigilante. Terwijl in Lord of the Rings het gewoon wabam die kop eraf. Weet hoppa! Je wel. Dus, zoals het hoort. En er zat super vet systeem in, ook met orks die levelden en zo. Ja, heerlijk. Dat was het Nemesis systeem, waar we toen ook heel veel aandacht aan hebben besteed. Want eigenlijk wouden we allemaal dat het Nemesis systeem in elke game zou komen daarna. Is niet gebeurd, dus het is nog uniek voor de franchise. Maar het Nemesis systeem is dus inderdaad wel een soort van chain of command, waarin dan autonoom die orks dus elkaar kunnen backstabben om hoger op te komen en dan uiteindelijk zeg maar de baddest bitch in town te worden. Oké, dat was de vorige game. Ja. Nieuwe game. Ik neem aan dat het systeem terugkomt en dat we nog meer Lord of the Rings krijgen. Dat is eigenlijk precies alles wat het is. meer Lord of the Rings is eigenlijk wel weer een soort cru dingetje. Want ja, eigenlijk alles wat ik net zei komt terug in grotere mate. Dat is vooral een ding. Het is bigger, better, more badass. Maar wat je zegt van meer Lord of the Rings is... Binnen de franchise van Lord of the Rings is Shadow of Mordor speelde heel erg by the book, was heel erg volgens het boekje, heel erg lore friendly en nu is het echt compleet over de boek gegooid, want je gaat weer met jezelf de protagonist aan de gang, maar die creëert nu een nieuwe Ring of Power, een goede Ring of Power en die gaat het tegen Sauron opnemen. Dus als je de boek hebt gelezen heb je al zoiets van, maar dat is helemaal niet gebeurd. Het is heel erg... Het is ook een blauwe ring ook. Het is een blauwe ring voor zeg maar de good guy en het is nog een Ring of Power die sowieso Celebrimbor de elf heeft die al gemaakt en nou maakt hij er nog één. Het is nooit in de boeken beschreven, maar nu in één keer is dat er. Dus het is compleet buiten de Ik wil daar toch even heel kort iets over zeggen, want ik ben zelf een behoorlijk Star Wars fan en als ik dingen niet meer kennen zijn en buiten lore vallen, vind ik het al minder interessant. Omdat ik dan, het is eigenlijk een grapje is het. Dat heb jij niet, weet ik. Jij vindt dat niet echt. Nee, ik kan daar wel mee leven. Maar het is hoe zit dat met Lord of the Rings? Want Tolkien was natuurlijk een beetje lui. Die heeft niet zo heel veel gemaakt. Nee, dat is ook gewoon dat backstabje die daar even zo van... Eigenlijk deed hij niet zo heel veel. Nou, veel wel. Maar nee, het is wel canon. Het is wel Middle-earth. De titel is Middle-earth, dus het hoort binnen de franchise te vallen. Maar het punt is dat ze gewoon... het eerste deel waren ze zo netjes zo van, als we het zo en zo spelen, dan is alles nog volgens de canon. En nu lijkt het dat ze de canon gewoon zomaar uitbreiden, omdat dat gewoon echt... een leuke game maakt. Ja, precies. Omdat ze bij de vergaderingen zaten en zoiets van hadden, maar wat als we dat nou passend krijgen binnen de canon? Het lukt één keer niet. Dan maakt het helemaal niet meer uit. Laat dan maar zitten. Of het is gewoon deel 1, we hebben laten zien dat we goed bij de boek kunnen spelen. Deel 2, we bedenken alles erbij. Weet je wat, er zijn 3 Smeagols. Weet je wat, er is nog een Sauron. Echt een beetje op dat die zit er dus niet in, hè? Nee, dat zit er niet in, maar dat is voor de echte Lord of the Rings fans moet je dus niet verwachten dat dit net zo netjes binnen de canon en de lore valt als het eerste deel. Maar het is wel inderdaad gewoon een voortzetting van. Wat is er nieuw? Want het vechtsysteem speelt het zich af in dezelfde wereld. Ja, het is nog steeds in Mordor natuurlijk. Alleen nu is er oorlog. Shadow of Mordor, Shadow of War. Ja. Jij gaat het opnemen tegen Sauron. Er zijn allerlei verschillende fortresses in die open wereld. En die fortresses die worden natuurlijk bemand door overlords. En overlords zijn zeg maar een nieuwe laag
binnen het Nemesis systeem. Ja. Dus je hebt natuurlijk allemaal captains, een warchief, maar daarboven zitten dus nog overlords en die vullen een fort. En jij moet jouw eigen leger gaan creëren om al die forten over te nemen en daarmee neem je regio's over en zo voer je oorlog tegen Sauron. Oh, wacht even, je krijgt je eigen leger? Je krijgt je eigen leger. Dus er is een soort Nemesis systeem omgedraaid? Nou, het Nemesis systeem, het werkte... Friend systeem. Het Nemesis systeem werkte ook al met orks overnemen voor je eigen hachie. Ja. Maar dat was dan meer van... Kill ik deze ork of maak ik hem van mij zodat ik meer informatie krijg over een nieuwe ork? Nu is het ook echt zo van, je kunt een kasteel gaan bestormen met een aantal van jou door jou overgenomen orks met je mee. Oh, en het leuke aan het Nemesis systeem was natuurlijk ook dat er allerlei kleine verhaaltjes en kleine loyaliteitsbanden in konden komen. Bijvoorbeeld als één ork jou een keer kilde, de volgende keer dat je hem zag, dan kwam hij zo... You, Gravewalker, I thought I murdered you last time. Weet je wel, super theatraal. Maar nu heb je dus ook vrienden, dus... Orks kunnen elkaar tegenkomen. Bijvoorbeeld een warchief, een vijandige warchief kan een oude subordinate van hem tegenkomen in jouw leger. En dan is het, you traitor, you work for the Gravewalker now. You betrayed me. You shall burn. Dan spreek ik alle stemmen in dit. Ja, het is heel erg dat overdreven theatriale met allerlei leuke kleine cutscenes. Die ook allemaal best wel interactief zijn, zou je kunnen zeggen. Dat komt nog meer terug. You feel it, don't you? This is the power of the Dark Lord. Dus bijvoorbeeld jouw vriendelijke orks kunnen jou ook redden met een cutscene. Als de ene warchief jou op het punt staat te vermoorden, dan kun je in één keer een sniper die jij hebt neergezet binnen het vocht van de tegenstander kan dan jou ook redden in één keer in een kleine cutscene. Dus er zijn steeds meer die verhaaltjes tussen orks en jou, dat is nou zeg maar, dat gaan ze nog groter maken. En ben je er blij mee? Maakt dat het boeiend genoeg om weer een nieuw deel te gaan spelen? Ik denk het wel, want ze pakken gewoon die combat, die is sneller, die is bruter geworden. Ze pakken dat Nemesis systeem, er zit een extra laag bovenop. Dat hele Fortress systeem is best wel leuk, want al die forten die worden dus ook gecustomized aan de hand van wat voor orks erin zitten. Wat vet. Dus ze pakken zeg maar echt alles wat Shadow of Mordor goed maakte en ze gooien daar gewoon echt een 2,5 stap bovenop zeg maar. En ik vind dat op zich wel, ik vind dat wel echt heel netjes gedaan. En dat is wel precies wat je wil als je Shadow of Mordor tof vond. En ik vond Shadow of Mordor heel tof. Dus ik zag het allemaal, ik denk, dit gaat toch wel leuk worden. En graphics? Graphics-wise, basically the same, zou je kunnen zeggen. Alleen is het nu allemaal wel veel groter. Want waar jij in Shadow of Mordor zeg maar een kamp in je eentje overnam, en dan waren er natuurlijk wel veel orks, veel chaos. Nu bestorm je echt een kasteel, dus er zijn veel meer orks om je heen. Er zijn grote draken die je zou kunnen bereiden. Orks kunnen draken bereiden. En daardoor is er wel veel meer... De schaal is vergroot, zeg maar. Dus het is niet meteen heel veel meer mooier, maar er is meer chaos in je beeld. En dat past wel bij Lord of the Rings. Ik moet denken aan de films. Dat is juist gaaf dat je altijd die grote slagvelden had. Nou zal het niet, weet je wel, Battle of Morgul worden of zo, maar het is wel, het is wel flink. Oké. Tom, dankjewel. Alsjeblieft. Voor deze eerste kennismaking met Shadow of Mordor. Dat vinden we wel het leuk bij Gamers dat je gewoon voor het eerst zo'n game mag checken. Nou, maar ook wat van E3, maar nu had je dat even tussendoor. Ja. Super vet, dankjewel. Mocht je nou nog meer willen weten over Middle-earth Shadow of Mordor, check dan even gamersnet.nl. Want daar heeft Tom de uitgebreide preview geschreven. Want in het schrijfwerk kun je werkelijk alles kwijt. En dan heb je werkelijk alle informatie over Middle-earth Shadow of Mordor. Bedankt voor het kijken. Like ons overal. Dankjewel, Tom. En tot de volgende preview. Of review. Of het koffieshow. Of e-sports nieuws. Of vlog. Goeie vraag.